Kunt eventjes naar mij kijken? Ja, ik was even. Ja. Ja, iedereen heeft zijn pluim. Bedankt voor het vertrouwen nogmaals. Ja, en ik heb er absoluut vertrouwen in. En ik ben heel blij dat deze komt. Het is gewoon op je politieke carrière, denk ik. Ja, ik ga wel. Gaan we proberen te verzorgen. Je blijft lachen, hè? En het doorzettingsvermogen, wat je hebt getoond om het rond te krijgen, zullen we maar zeggen. Ja, en ook. Als een kleine aanmoediging voor de komende maand. Wat leuk, dankjewel. Ja, mooi. Heel veel dank. Waardeer het zeer. Ik was heel trots met de opdracht. En dankjewel. Graag gedaan. En we gaan door. En ik heb voor het nieuwe bestuur, of nieuwe, het eerste bestuur, heb ik ook een presentje. En er zit een geschiedenis achter. Heel kort, degene die dit eerst ontving van iedereen in dit dorp, vind ik het prototype dorpsmarketeer. Puur Sang is het. Authentiek. Hij verkocht ooit melk aan de deur en ik heb hem dat overhandigd. Het is gemaakt door een lokaal ondernemer, ook in de gedachte van dorpsmarketing, en symboliseert ook de verbondenheid van prachtige gebouwen, gemeenschapszin en cultuur van het dorp. En met deze overhandiging kunnen jullie dat ook naar buiten toe promoten. En ik denk dat sommigen weten wat het is. Je stapt naar voren. Ja. Je krijgt toch heen. Dus als jullie op pad gaan voor dorpsmarketing, op alle andere momenten wat je belieft, kan je hem opstellen. Ja, dit kan eigenlijk ook voort uit de hele processen van dorpsmarketing uit de tijd. En het was bedroevend dat alle bestuurders hadden wel een speldje met herkenning van dat ze uit hun dorp of stad kwamen, vooral van Schrift. En alle gemeenteraadsleden hebben er één en alle bestuurders. En natuurlijk geen gemeenteraadsleden. Maar ondertussen hebben er ook mensen al gekocht. Met prikken en dan op je. Dat we beginnen met prikken. Top, helemaal goed.